was een mooie dag vandaag. Dat we in maart met 25 graden zouden rijden op dit prachtige circuit natuurlijk. Had niemand durven voorspellen. Het was een gave dag. We waren met GP Elite hier voor de introductie van de nieuwe 911 Cupcar. Waarmee ze participeren in de Porsche Supercup en ook in de Benelux Cup en allerlei andere klasses. Groot team geworden. Het kleine team wat het ooit was is nu echt een serieuze club. Ik heb zelf ook even mogen rijden, een nieuwe auto aan de tand mogen voelen. De auto van Larry. Dus ik denk dat Larry mij heel dankbaar gaat zijn over de aanpassingen die ik heb gemaakt. Nee hoor, we hebben het allemaal heel gehouden en het was een topdag. Hoe is het om in die auto te rijden? Ja, gaaf. Ik bedoel, het blijft toch wel mooi als je in die pitlane staat. Er staan al die Porsche Cup auto's om je heen. Het is topsport wat die jongens doen. Ze rijden in het voorprogramma van de Formule 1. Dat is echt hoogst haalbaar als single make Porsche series. En de Benelux Cup is ook professioneel in Duitsland ook hetzelfde. Maar je ziet gewoon hier, die jongens zijn gebrand om misschien wel die volgende stap te maken naar fabriekscoureur of naar Le Mans. Je hebt altijd nog een stip op de horizon. En hoe is het dan om hier te rijden op het vernieuwde circuit Zandvoort? Nou, ik denk dat iedereen wel enthousiast was om hier te mogen rijden. En tegelijkertijd met een beetje spanning, gezonde wedstrijdspanning. Want in september, eerste weekend als het goed is, rijden hier natuurlijk de Formule 1 auto's langs. En ook de Porsche Supercup in de voorbeschouwing. Ja, en hoe gaaf is dat als je voor... Er zitten natuurlijk veel Nederlanders, zeker bij GP Elite. Nederlandse coureurs, dat je voor je eigen publiek mag racen. Dat is toch wel een highlight in je carrière. Is het ook voor jou ook nog misschien ooit iets om weer iets te gaan rijden? Ik heb het geluk dat ik als ambassadeur van Porsche regelmatig op het circuit te vinden ben. En rondjes kan rijden met de auto's. Het echte racen zeg nooit nooit. Maar ik heb altijd gezegd natuurlijk in mijn carrière, ik doe de top of niets. Dus zoals Formule 1, IndyCar en daarna eigenlijk niet. Omdat ik gewoon ook een tweede carrière, een tweede leven wilde hebben. In het bedrijfsleven, door de week en in de weekenden bij Ziggo Sport. Ik heb het heel erg naar mijn zin. Ik heb inmiddels ook twee kindjes. Dus dat is een halve seconde per ronde sowieso al kwijt ben. Life is good. Heel, heel dankbaar.